Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op satellietfoto zien we witte wolken, een dikke laag bewolking ten westen van Nederland. Daaruit vallen buien. En die buien die trekken langzaam van zuidwest naar noordoost. Maar voordat die buien het oosten bereiken, kan daar eerst nog af en toe de zon schijnen. Her en der dus een buitje, een zeker geen regende dag. Op de meeste plaatsen overheerst het droge weer en breekt dus af en toe de zon door, al hebben de wolken wel de overhand. Temperaturen 7 à 8 graden en de wind komt uit het zuidwesten en is vanmiddag 3 tot 5 bovoren. Vanavond wordt de wind zuid en in de nacht zuidoost en dan neemt hij langzaam in kracht toe. En morgen krijgen we dan heel onstuimig weer. In de ochtend waait het al stevig 5 tot 7 bovoren, In de middag 5 tot 8 bovoren, met aan zee een kleine kans op een zuidwestenstorm. Verder in het hele land forse windstoten en van tijd tot tijd regen. Het verkeer kan echt last hebben van de wind. Temperaturen wel hoog, morgen 11 graden. En ook maandag en dinsdag komen we boven de 10 graden uit op de meeste plaatsen. Woensdag gaat de temperatuur weer wat naar beneden, maar vanaf woensdag breekt ook een periode aan met weinig wind, van tijd tot tijd zon en geen regen meer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.